we verder gaan. Thank you.
zitten we weer verder.
Zullen we verder lopen?
Heeft een van jullie nu een idee welke kant? Heeft een van jullie een idee welke kant we nu op zouden? Hier kunnen we niet langs. Nee. Welke kant willen jullie op? Blijf niet verlopen, dan eerst daar. Wat zeg je? Blijf niet verlopen, dan eerst daar. Ja, dat is waar, maar zullen we dan zo gaan of we kunnen ook nog die kant op? Oh ja, kijk. Kan nog makkelijk, ja. Kan nog wel. Kom je ook langs de dierenwei? Oh ja, dat weet ik al niet. Ja, als je hier de straat uitloopt, dan naar beneden. Okay. Dan kun je over een paar lijntjes terug. Lijkt dat een goed idee? Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja, maakt niet uit. Wat ook nog leuk is om zo meteen even uit te proberen als we weer een plek vinden om te luisteren, is om te beginnen met je oren ook even helemaal af te sluiten. En dan even juist, en daarna je oren weer open te zetten. Dus je handen van gewoon je oren afdekken en daarna niet meer. En ook om je oor als een oorschelp, een hand als een oorschelp te gebruiken. En dan, als je draait, dan word je ook heel bewust van de verschillende richtingen van het geluid. Maar dat kunnen we op een, laten we dat op een andere plek. Ja. Zijn er nog andere dingen die jullie zouden willen proberen of doen, of gaat het goed zo? Ja. Okay. Oh,